Ben van den Burg, ja. Altijd een enorme Vodafone-fan. Wat doe je nou bij Vodafone Ziggo hier? Van Vodafone Ziggo is de grootste klant van Triple. Nou, en ik doe Triple, dus ik ben hier. Wij maken de My Vodafone-app. Dus, dat doe je al heel lang eigenlijk, hè? De Vodafone-app van 2010, maar ook Mobile TV hebben wij gedaan. Het is zo'n klant sinds 19e, helemaal vanaf het begin, van de Libertel-tijd. Ik heb ook bij Vodafone gewerkt, dus ik heb altijd een Vodafone-hart nog steeds. En nu is met Ziggo erbij, mooi. Dus daarom ben ik... Je kunt altijd bij innovatie kun je altijd aankomen, hè? Oh. Je hebt echt heel veel nieuwe dingen gedaan. Ja, joh, zij waren de eerste in 2002 dat we op een Nokia 3650 live het NOS-journaal. En Vodafone had daar oren naar. Want toen was het natuurlijk, toen gingen we naar 3G toe. Is 4G geworden. We gaan nu natuurlijk naar 5G. En gaan nu naar 5G. Wat ik heel mooi vond, vandaag hebben ze de eerste Gig City, 1 gigabyte, in Utrecht hebben ze aangekondigd dat ze dat gaan doen. Wat gaan ze doen? Ze gaan, de snelheid van het kabelnet, van het netwerk hier, gaan ze 1 gigabyte per seconde gaan ze maken. 1 gigabyte of gigabit? Ja, gigabit. Dus, die snelheid daar krijg ik gelijk van, wow, daar word je warm van. Een gigabit, daar worden wij dus heel erg warm van. Ja. Maar dus krijg je ook nog gewoon datzelfde krijg je met 5G door de lucht heen en zo. Hoe vind je die combinatie van die twee bij elkaar? De content en de kabel en de Vodafone? Ja, ik denk noodzakelijk. Omdat je de grote $1 billion question is, je bent een netwerk, wat doe je? En dan is natuurlijk de grote vraag, zie je ook in Amerika met AT&T, je koopt content erbij. Dus het moet consolideren, dat is één aspect. Het tweede aspect is die quattro play waar wij in 2000 al over spraken. Weet je, het moet samen. Nou ja, nu zijn we de 18 jaar verder en nu is dat gewoon een propositie die voor iedereen geldt. Dus ja, het zijn noodzakelijke combinaties waarbij je ook meer geld hebt om te kunnen investeren om voor de klanten mooie dingen te brengen. Dus ik ben daarvoor. Oh, het is allemaal weer mooi voor de klanten. En jij gaat er weer leuke dingen mee doen met deze combinatie? Ja, daarom ben ik zo blij met die snelheid. Want ik weet nog niet wat je met die snelheid... Nou, dat weet ik wel. Het mooie is, kijk, ik had bij 4G, dacht ik, wat kunnen we meer? Maar nu bijvoorbeeld real-time virtual reality. Je auto. Dus je auto is zelfrijdend. Dus bij 5G, dus met hoogte, zie ik al veel meer toepassingen die ik... Bij 4G vond ik hem lastig, had je gewoon betere video. Nou, ik wil even zeggen van, dat autopilot, dat zelfrijden is heel belangrijk. Maar soms moet er ingegrepen worden. En dan heb je een netwerk nodig wat met een paar milliseconden meteen het stuur kan overnemen in de centrale. Ja. Daar wil ik 5G voor gebruiken. Dat ik gewoon echt kan gaan slapen en dat ik weet dat ik een mooie dienst heb die mijn auto overneemt als het niet meer kan. Ja, dus je ziet nu al toepassingen die bij 5G voor mij al gelijk helderder zijn. En dan is natuurlijk de vraag hoe dat... Kijk, we dachten toen internet kwam dat we gingen e-mailen en nieuws lezen. En het werd Instagram en Facebooken. Dus er komt iets anders, dat snap ik ook wel. Maar we kunnen het ons al voorstellen, dat is leuk. Veel plezier ermee. Nee, jij ook. Dank je wel.